Het project dossier Design and Assessment of the Best Available Techniques and Best Available Practices Solid Waste Demonstration Project in Paramaribo is gisteren gepresenteerd aan belanghebbenden. Volgens Winston Lakin, ambassadeur Milieu Aangelegenheden, kan dit project bijdragen aan de manier waarop wij om moeten gaan met afval. Het is een stap die ons helpt de juiste richting op te gaan. Lakin zegt verder dat dit document de regering zeker zal helpen om samen met belangrijke actoren op een verantwoorde, structurele en duurzame wijze het afvalprobleem aan te pakken. Wat voor ophef er allemaal was over onze grote vuilstortplaats Paramaribo, waar wij vragen gesteld worden over en terecht, wat moet je ermee, hoe moet het en wat is de beste wijze om ermee om te gaan. Ik denk dat dit gaat bijdragen om op strategische wijze naar te kunnen kijken. Paramaribo is één, maar we moeten kijken in het brede verband wat Suriname moet doen. En het moeten heeft te maken met verplichtingen die we hebben uit verdragen. We zijn lid van het welke richtlijnen aangeven aan landen hoe we moeten omgaan met dit soort zaken in onze samenleving. En dit moet helpen, een verdrag verplichten, wetgeving is nodig, maar nog belangrijker is dat wij als mensen hier gaan beseffen dat we anders moeten omgaan met dat wat ons in leven houdt. En dat is onze environment in ruimste zin des woords. Rafi Patandin, directeur van het ingenieursbureau ILACO, heeft een presentatie verzorgd over het project. Hij zegt dat het onderzoek een jaar in beslag heeft genomen en onder meer inhield het overstappen naar een nieuwe vorm van afvalbeheer. Vanaf inzameling tot transport, legt Patandin uit. Inzameling tot transport, vooral kijken naar mensen en milieu, aanpassen van de organisatorische kant, dan noemen we een mooi supergelicht. Constructie gaat doen, maar als de mensen er niet zijn, ja, dan gaat het niet goed. En je organisatie moet ook daarop gericht zijn. En dus kijken naar de regelgeving. Het moet financieel haalbaar zijn, laten we eerlijk zijn. We kunnen een plan maken dat $500 miljoen gaat kosten, maar dan is het financieel niet haalbaar. En we hebben uiteindelijk als opdracht meegegeven, kunnen kleine voorbeeldprojecten ook presenteren, zodat het meegenomen kan worden. Dat soort zaken moeten gewoon parallel lopen. En dat zei ik ook al, het is niet alleen de overheid, ook de private sector gaat mee te helpen. En natuurlijk. Een hele waslijst aan documenten die we hebben afgerond. Je ziet hier het stapeltje, dat zijn geen kopietjes van hetzelfde. Dit is één stapel van het totaal dat hier staat. Het is studie, het is metingen, het is milieuanalyse, social. Het is bestekken maken, dus een stukje in het ontwerp, bestekken maken en voorstel voor de korte termijn. Rafi Patandin, directeur van het ingenieursbureau ILACO. Hij gaf gisteren een presentatie over het onderzoek van het project Design and Assessment of the Best Available Techniques and Best Available Practices Solid Waste Demonstration Project in Paramaribo. De presentatie is gehouden in de conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie.